Ja. Vandaag 1-0 verloren tegen ADO Den Haag, jammer genoeg. Een redelijk pittige wedstrijd. Klopt. De eerste helft zat jij op de bank. Hoe beleefde jij de wedstrijd tot aan het eerste doel dat we ademden? We begonnen een beetje slordig. Dingen die we al afgesproken kwamen er nog niet helemaal lekker uit. Maar na een tijdje herpakten we ons wel. En toen merkte je dat ook wel gewoon in het spel. En gingen we gelijk een stuk beter voetballen. Stonden we verdedigend ook beter. Dus dat echt wel. Want er werd natuurlijk gescoord net vlak voor rust. Ja, klopt. Dat is natuurlijk een grote klap. Hoe zijn jullie daar in de kleedkamer weer tegen elkaar proberen aan te moedigen om die tweede helft in te gaan? Nou ja, je merkte wel een paar meiden dat ze gewoon een beetje baalden. Het was niet nodig geweest, maar goed. Uiteindelijk, hij valt, dus dat doe je niet zoveel aan. Maar ik denk wel dat we gewoon allemaal koppen dezelfde kant op. Gewoon fel tweede helft beginnen. En dat is wel gelukt, denk ik. Want je valt in. Ja, klopt. Wat kwam er vanuit de staf mee naar jou om te brengen in het veld? Nou ja, ik kwam erin als rechtsbuiten. Dus vooral druk zetten. Lopen op zoveel mogelijk. Gewoon druk zetten en gewoon mijn teamgenoten helpen als het nodig was. Een keertje mee naar achter als het moest. Ja. Dus gewoon heel veel lopen en druk zetten. Nou, natuurlijk vorige week in Heerenveen, dat is hier de basis. Mm-hmm. Wat is dan voor jou het verschil als je vanuit de bank komt of vanuit de basis start? Vanaf de basis ga je natuurlijk wel anders een wedstrijd in. Je weet wat je taken zijn, die probeer je gewoon zo goed mogelijk uit te voeren. En dat is ook als je invalt, alleen... Ja, je staat nu al op 1-0 afstand als je erin komt. En als je baas staat, begin je natuurlijk gewoon bij 0-0. Dus je gaat gewoon die wedstrijd al heel anders in. En dat is denk ik gewoon vooral het grootste verschil.